Boos van Tim Hofman krijgt een klacht binnen van het stel Max en Simone, die werkzaamheden hebben verricht voor de Real Housewife of Amsterdam ster Hella Huizinga. Hiervoor staat nog een behoorlijk bedrag open dat Hella nog altijd niet heeft betaald. Max en zijn partner Simone krijgen nog zo'n 32.500 euro van Hella Huizinga. Maar dat geld komt maar niet en betalingsregelingen worden niet nagekomen. Maar zij zijn niet de enige. Na rondbellen komt de redactie van Boos erachter dat er meerdere leveranciers zitten te wachten op hun geld. En dat loopt op in de tienduizenden euro's. Dat er in appgesprekken veel wordt gepraat over de schulden. Schulden bij leveranciers, bij de Belastingdienst en er zou een lening van 100.000 euro zijn afgesloten. We lezen hoe er op 1.0 euro op de rekening staat. Dat Hella door een werknemer wordt aangesproken op slordigheid met bonnetjes. En dat iemand voorstelt dat Hella haar persoonlijke uitgaven op kosten van de zaak beperkt. Tim confronteert Hella met deze aantijgingen. Ja, maar je geeft mij 1 week. Ik kan niet en Simone de uren uitzoeken. Maar ik kan het hele dossier ook lezen, dan kun jij dat ook? Nee, ja, ik niet in een week, want ik heb ook een première gehad. En ik ben ook bezig keihard geld te verdienen. Dus ik heb elke dag met klanten gezeten om geld binnen te halen. Oh. Ik heb ook een première gehad. Ja, ik heb een première gehad. Ik had heel druk. Het was niet eens een première. Het was de viewing van de Real Housewives of Amsterdam. De eerste uitzending werd dan geviewd. En daar is zij de hele week heel druk mee geweest. Nee, ja, deze uitzending van Tim die bevestigde eigenlijk mijn beeld wat ik al had van deze dames. Het zijn eigenlijk bijna allemaal klaplopers. Ja, dat zijn het gewoon. Er zijn er een paar die wel echt een carrière hebben. Als we ze even doorlopen dan. Er zit iemand bij die meerdere ondernemingen heeft in Amsterdam met de nagels. Nou, die bedoelde ik dus ook. Dus ik zei, er zijn er twee die wel degelijk echt een soort baan hebben en echt een mooi werk en Maria een mooi bedrijf Taylor, hebben opgezet. Een modebedrijf. Maar er zijn... Ja, Maria Taylor, een modebedrijf. Nou, hoeveel heb jij van haar in de kast hangen? Hoe succesvol is dat? Nee, maar luister, dit heb zijn je gewoon vrouwen. Laten we het gewoon eerlijk zijn. Denkt, dit zijn gewoon vrouwen. Dianta, misschien zijn het je vriendinnen en dat je er daarom heel fel op reageert. Maar dit zijn gewoon vrouwen die achter rijke mannen aanzitten en gewoon leven op kosten van de zak van een ander. Zo ook deze Hella. Want ze leeft gewoon. Ze doet heel duur. Ook deze week zag ik er weer 100.000 verschillende jurken verschijnen op Mallorca. Maar dan denk ik... Je werknemers zitten met onbetaalde rekeningen thuis en die kunnen hun huur misschien niet betalen of hun hypotheek. Dus waar haal je het lef vandaan? Maar goed, deze Hella Huizinga ken ik helemaal niet. Maar ik heb bij de Real Housewives dus gezien dat zij grote bruiloften doet, verjaardagen. Dat is dat dan geschript? Ja, dat zegt ze. Heb je dat gezien? De enige feestjes die ze doet, die zijn bij haarzelf op kantoor. Dat zijn en haar eigen verjaardagsfeest. Maar €10.000. Is dit dan grotendeels gescript? Dat hele Real Housewives. Ja, natuurlijk is het allemaal gescript. Ze doen zich allemaal voor alsof ze heel rijk en heel succesvol zijn. Nou, ik wil de jaarrekeningen van deze dames nog wel eens zien. Volgens mij, nogmaals, uitzonderingen daar gelaten. Er zijn er 1 of 2 die wel echt mooie bedrijven hebben opgezet. En een goede carrière hebben. Maar de rest zijn echt gewoon vrouwen die achter hele rijke mannen aan zitten. Is het misschien en zich een idee... heel duur voordoen, maar geen cent te makken hebben. Is het misschien een idee om een format te maken dat we de Real Housewives op een boot zetten naar Expeditie Robinson, dan weer terugvaren en dan na een maand of 2 kijken, what's up? Nee, voor mij hoeven ze niet meer terug te komen. Oh, oké. Lekker daar laten. Ja, nee, maar ik bedoel, het is gewoon... Misschien zijn er wel productiebedrijven. Dat is heel leuk om naar te kijken. Ja, het is fantastische televisie. Ja, het is, alle luxe maar het is zo ordinair. Ja. Het is heerlijke televisie. Maar is het ordinair of niet? Ja, maar het is toch ook een stukje leedvermaak dan. Tot maar dat is van, het. Oh, die ruzie, gênant. Het, is ja. gewoon, het zijn gewoon een stel viswijven bij elkaar. Ja, totaal ja. geen Ik vind klasse. Dat er wel echt een paar leuke dames tussen zitten. Ik wil niet iedereen zo afschepen. Dus nog heel even dit over leuke dames. Het is dus ordinair. Het zijn viswijven, klaplopers. Ze leven op de zak van mannen. En ze kunnen niks. Behalve 2. En het is heel leuk om naar te kijken. En het is op video. Precies. Okay. Oh ja, en we hebben dus Hella nog wel even om een statement gevraagd. Hebben we die gekregen? Waarover? Dat heeft ze beloofd vanmiddag. En ook dat is ze niet nagekomen. Dus, en wij hebben geen statement. En ze komt alle afspraken met Tim ook niet na.